Hoi, mijn naam is Handbiker Tim en vandaag ga ik een ritje maken met Matthijs Bugli. Kijk, dit is mijn held van Rio 2016. Die gast die gewoon zilver haalde in een zinderende finale. Dankjewel. Top man, leuk. Twee helden hier, hè? Twee helden. Ja, oké. En hier komt hij vaak in de buurt? Ja, zeker als ik soms wel eens mijn mountainbike pak. Ja. Dan vind ik wel chill in de winter. Ja. Dan kom ik lekker hier. Nou, heb je je fiets al in de bus staan? Die is al in Portugal. Vet. Ja, het gaat gewoon door. Er zijn inmiddels al wat trainingen afgewerkt, zie ik hier ook een eentje, maar nee. Ja, mooi. Nou, we gaan even een ritje maken. Top. Gaan we doen. Ja, top. In Rio, ik zat serieus met zweet in mijn handen. In Spanje zat ik. Ik was aan het kijken en ik had zoiets van. Fuck jongen, eerste keer dat die voorbij die scooter. Ja. Dat die eerste die Kenny die voorbij waar het ging, hè? Ja, Kenny en het gebeurde natuurlijk twee keer. Ja. Maar hoe sta je erin op het moment dat je. Nou, je gaat ervan uit, gewoon bij de eerste dat die scooter de baan verlaat, dan ga je ervan uit dat je de finale gaat rijden. Ja. Weet je, ik vind het echt serieus knap dat je gewoon na twee herstarten gewoon vervolgens nog eens zo mentaal in elkaar zit dat je. Ja. Dat je gewoon denkt, ja, ik moet weer die finale rijden. Ja, het was gewoon, bij zo'n herstart, zeker twee, en het duurde heel lang tussendoor, omdat de jury geen beslissing kon. Ja, inderdaad, ja. Maar ik dacht ook niet zoveel hoor, het is niet dat ik echt, ik was gewoon meer leeg. Maar in Japan is het dus echt, dat keirin, dat is gewoon daar een absoluut hot ding, hè? Ja, het is daar echt zo groot. Ja. Je hebt daar 3000 keirin profs, die dat dus echt fulltime doen. 3000? Je hebt elke dag, dus 365 dagen per jaar wedstrijd. Ja. Meerdere wedstrijden per dag verspreid over het land. Ja. En die jongens doen dat fulltime. Je krijgt allemaal een nummer en een kleur. Ja. En je bent eigenlijk, voor ook de mensen die erop gokken, ben je ook niks anders eigenlijk dan een nummer en een kleur. Ja, dat is op zich wel het mooi. Het gaat alleen echt om het geld. Ja, dat is op zich wel mooi, want dan kun je in alle loot je helemaal voorbereiden op de monsterrit in het seizoen. Ja, en het wordt echt veel bekeken, maar het deel fans is dus echt heel klein. Hey, en de planning voor dit jaar, voor het komende seizoen 2017? Maandag naar Portugal, drie weekjes. Ja. En dan, voor mij begint het dan echt weer, zeg maar, na Rio. Dus ik was na Rio direct naar Japan. Ja. Ik kwam terug, gelijk zesdaagse. Ja. Een weekje rustig gaan en nu beginnen we eigenlijk. Waar je ook gewoon even een barenkool pakt. Ja, kijk, het ging heel raar. Maar, goed, dat was mooi. Ja. En, nu gaan we eigenlijk alleen naar het WK toen in april. April? En waar is die? Hongkong. Dat is in de buurt. Toch? Ja. Bij ons is het altijd lekker. Ja, mooi. En je lange termijn 0-2. Kijk, je bent nu 23, hè? Net 24. Ah, joh, snel leeftijd, man. Ik ben 38, jongen, ja, lul. Echt waar? Ja, joh. Goeie nagaan. Dus, ik heb ook 3 kinderen, jij niet, dat scheelt, hè? Dat scheelt. Ja. Maar goed, het is gewoon veel te leuk, joh. Wat wil je nog meer? De ene gaat naar kantoor toe en ik ga op de fiets en ik ga lekker mijn ritje doen, weet je. Dat zeg ik ook altijd. Ja, en af en toe na training denk ik wel eens van, waar ben ik aan je godsnaam mee bezig? Ja. Dan ben ik gewoon compleet dood, maar. Ja, inderdaad, ja. Half uurtje daarna denk je, ja. Precies, dat is ook het gevoel, ja. Matthijs, jongen, hey. Hey, het was top, jongen. Hey, het was echt super gaaf. Ik ben echt blij dat we dit gedaan hebben. Ja, en ik vond het leuk om jouw verhaal te horen, ook wat betreft die rit in Rio. En weet je, gewoon jouw persoonlijke verhaaltje. Ik vond jouw verhaal ook mooi, jongen. Ja, en je motiveert me serieus, dat merk ik echt. Ja, mooi. Thanks, jongen. Hey, dankjewel, man. Ik keep in touch. Wat dan? Cool. Doe je best in jij ook? Portugal. Florida. Ja. Heb jij het beter?